Ik ben Martijn Otte en dit is de sportcolumn linksbuiten van Sleutelstad. Er wordt vaak aan mij gevraagd, waarom is er eigenlijk geen profvoetbalclub in Leiden? Nou, dat is er niet, maar wat ik altijd antwoord is dat er heel erg veel andere topsportclubs zijn in Leiden. En die doen het geweldig goed. Afgelopen weekend zagen we alweer dat de waterpolo dames, de waterpolo heren, de rugby heren, de basketbal All-Star Game. Op allerlei plekken werd er gescoord, werd er gewonnen, werd er topsport bedreven. En 2 weken geleden waren er ook de sportprijzen. En daar zagen we hoe geweldig veel topsporters er zijn in Leiden. En wat voor prachtige prestaties die allemaal geleverd hebben in het afgelopen jaar. 10 jaar geleden stonden we als gemeente nog 33ste. Ergens in de middenmoot van Nederland als het ging over topsportgemeentes van Nederland. Op dit moment staan we bijna stevast in de top 10. De afgelopen 5 jaar 4 keer weer in de top 10 gestaan. Omdat er simpelweg heel veel topsport is in Leiden. Maar wat is dan de rol van de gemeente op het gebied van topsport? Want je zou kunnen zeggen, ja, dat gaat ligt toch zelf aan die sporters. Die werken hard, die trainen veel, die bereiken dat zelf. Maar toch als gemeente kun je echt veel doen om topsport in een stad te verbeteren. Aan de ene kant moet je goede accommodaties hebben, een goede sporthal, een goede ijshal, een goed zwembad. En daar wordt op dit moment allemaal aan gewerkt. En dat moet toch sneller en daar zijn we mee bezig. Maar dat komt er. Maar wat er al jaren is, is een heel goed topsportklimaat in Leiden. Dus is een topsportcoördinator en topsportleider en die zorgen ervoor dat op allerlei manieren topsporters worden ondersteund. Want je hebt niet alleen een goede hal nodig om in te trainen. Je moet ook meer informatie hebben over de voeding, over hoe je traint. De jeugd moeten we bijvoorbeeld extra trainingen geven. 'S Ochtends kunnen we die via regionale trainingscentra bijvoorbeeld extra laten trainen. Op al die manieren kunnen wij onze topjeugd, onze topsporters extra ondersteunen vanuit de gemeente. Ik ben hier wel trots op. Maar wie hier vooral heel erg trots op is, is Tjeerd Scheffer. Hij is al 7 jaar lang de topsportcoördinator van Leiden. Hij doet geweldig werk. Ik wil hem graag aan jullie voorstellen, zodat hij kan vertellen wat er gebeurt met topsport in Leiden. Wat doet de gemeente Leiden voor de topsport? Nou, het feit dat ik mag functioneren inmiddels al voor het 7e jaar als topsportcoördinator namens de stichting Topsport Leiden, is iets wat de gemeente Leiden al heeft gerealiseerd. Daar is subsidie voor beschikbaar gesteld. Maar diezelfde gemeente Leiden heeft ook subsidie beschikbaar gesteld voor een topsportfonds met 25.000 euro dat wij zelf naar 35.000 hebben weten te brengen. En dat wordt uitgedeeld aan trainingskampen, aan goede trainers die deze kant op gehaald worden om selecties te trainen, om de trainer te doen, dat gebeurt af en toe. Maar om allerlei andere faciliteiten ook te realiseren. Nou, verder is er ook extra geld gestopt in combinatiefunctionarissen die de RTC's, regionale trainingscentra, voorzien van een coach. Dat doen we in het basketbal, dat doen we in het waterpolo, tafeltennis en het rugby. Dat zijn precies de 4 sporten die als speerpunt zijn aangemerkt als topsport door de gemeente Leiden. Dus met andere woorden, er wordt flink geïnvesteerd in topsport Leiden. En in de topsporten in Leiden. We hebben ook een heleboel topsporten. We hebben namelijk 10 topsporten in de stad. En die topsporten die worden gezien als rolmodel voor de breedte sport. Want uiteindelijk is die topsport er echt voor de breedte sport. Er is namelijk een beweegnorm. 75% van de Leidse bevolking zou moeten sporten. Dat is de doelstelling. We zitten op dit moment op 67%. En we komen af van 62% een jaar of 6-7 geleden. En dat doen we met z'n allen, want dat is het ultieme doel. Nou, daar is Topsport Leiden dus ook mee bezig. Topsport Leiden zorgt voor faciliteiten zoals workshops op het gebied van voeding, krachttraining, mentale training. Maar we ondersteunen ook rechtstreeks de verenigingen om vitaler te worden, beter te worden. En ervoor te zorgen dat ze zichzelf ook kunnen bedrijven met het hebben van een businessclub bijvoorbeeld. Kortom, ja, we doen er erg veel aan. En gelukkig is het zo dat een jaar of 6-7 geleden het woordje topsport in Leiden niet zo goed viel. Maar op dit moment is topsport in Leiden een bekend en geaccepteerd fenomeen. Dit was weer de sportcolumn linksbuiten van Sleutelstad. Ik sta hier voor een muur met allemaal handen van Leidse Olympiërs, Leidenaren die ook topsport hebben bedreven. Wil jij nou dat ik een keer langskom bij jouw sportvereniging of praat met een van jouw sporthelden? Dan komen wij graag langs. Stuur dan een e-mailtje naar sport071@sleutelstad.nl.